Het is alweer tijd voor de vraag van de week en deze week is de vraag van de week. Is Wopke Hoekstra een lul? Dat wordt steeds vaker geopperd en dan vooral in Zuid-Europa. In het zuiden, in Italië, Spanje en Portugal zijn ze woedend op Nederland. Omdat wij, of beter, minister Hoekstra wordt gezien als de aanvoerder van een groepje landen dat de hand op de knip wil houden. Niet wil instemmen met meer steun voor landen in Zuid-Europa die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Ja, ik zeg wel we, maar je moet Wopke hebben. Ik, Rob Trip, heb hier niks mee te maken. Want Wopke Hoekstra wil Zuid-Europa niet de financiële steun geven waar ze om vragen. En daarom zijn ze boos. Roel Schrijnemachers van RTL vindt er ook wat van. Goedemiddag, weerzinwekkend en vreed. Nederland ligt de afgelopen dagen keihard onder vuur vanwege de opstelling in Europa. En vooral minister van Financiën, Wopke Hoekstra, moet het erop gelden. Hij zit achter je. Hou op met praten, hij kan je horen. Maar het klopt wel. In Zuid-Europa vinden ze Wopke Hoekstra een weerzinwekkende lul. Je zou zeggen, repugnant. Kestá pensando in questo momento solo al proprio interesse. Die Nederlanders capire, maar se succede grande crisi, maar a chi vendono i loro tulipani? wat die Zuid-Europeanen niet snappen is dat wij onze tulpen bij een grote crisis opeten. Toen ze ons allemaal hadden uitgescholden op televisie, kochten ze ook nog een advertentie in een Duitse krant. In een grote advertentie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung roepen Italiaanse burgemeesters en economen Duitsland op om zich niet bij Nederland aan te sluiten. De Nederlandse houding is in elk opzicht een voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit. Oh, dat vind ik vind het altijd zo mooi dat Italiaanse temperament woedend zijn en dat dan opschrijven in een advertentie in de Frankfurter Allgemeine. Texe, beste krant van Europa? Ja, denk ik wel, zeker. Ja. In die advertentie roepen ze Duitsland op om zich van ons te distancieren. En ze vragen voor Zuid-Europa om dezelfde solidariteit die de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog hebben ontvangen. Dus eigenlijk zegt Italië tegen Duitsland, weet je nog, de oorlog? He, dat wij samen probeerden om heel Europa fascistisch en jodenvrij te krijgen. En dat de Russen en de Amerikanen ons helemaal de tering hebben gebombardeerd. Nou, toen zijn daarna jullie schulden kwijtgescholden. En dat willen wij nu ook. Dat Duitsland ook zoiets heeft van, ja. Ja. De brief die is ondertekend door allemaal Italiaanse bestuurders, maar er zijn meer mensen die steun willen voor Zuid-Europa. Zo stuurden uh, economen uit heel Europa een ingezonden brief naar de Financial Times. De beste krant van Europa? Ja, denk ik wel, ja, zeker. Ja. Ja. En, en daar staan uh, grote namen tussen. Hier, Piketty, die van, de, van die dikke boeken waar Jesse Klaver een kletsnatte pyjama van krijgt. Het zijn dus niet de minste economen die die brief onderschrijven. Wel de meeste trouwens, moet je kijken. Die lijst die gaat maar door. Iedereen is dus boos op Wopke Hoekstra. omdat hij zich zo hard opstelt tegen Zuid-Europa. En daar is Wopke eigenlijk best een beetje van geschrokken. Wat wij ons moeten aantrekken. is dat dat dus echt te weinig empathisch is gedaan. en dat we dat in ieder geval zo hebben verwoord. dat dat vooral tot weerstand heeft geleid. Hoekstra was niet empathisch genoeg. en dus moest hij zich empathischer gaan opstellen. En een dag later kwam dit nieuws. Hoekstra trekt een miljard uit voor zwaar getroffen landen. Dat is mooi. Dat is dus wat Hoekstra bedoelt met empathie. Nou, daar ben ik ook heel boos op, Bob Hoekstra. Snap ja. ik. Goed ja. dat je dat aangeeft, Tex. Hoe, hoe boos ben je? Nou, echt wel, echt wel flink boos. Nou, nou daar kan hij niet omheen, nee. lijkt me. Nou, nee. En nee. heb je al. Uh... Ja, 8000 euro heeft hij overgemaakt. Nou, lijkt mij ja, redelijk. Fair, toch? Ja. ja. En soms is met een gratis miljard de kous af, maar in dit geval niet, want de reacties van Italië en Spanje waren lauw. Ook Nederlandse partijen waren kritisch, zoals Henk Nijboer van de PvdA. Die zegt ze kunnen er in Italië net allemaal een ijsje van kopen. Nou, dat heb ik even uitgerekend. 1 miljard. Uh, Italië heeft 60,5 miljoen inwoners, dat is 16,57 euro per persoon. Dat is een flink ijsje. Ja. Je krijgt dan zoiets. Het is ergens ook wel zonde dat ze zo'n miljard dan hieraan uitgeven. Vind ik onverantwoord, ja. Maar het is nog erger. Ze zijn niet eens tevreden met dat miljard. Ze willen meer. Ze willen een grote Europese oplossing voor hun economische problemen. En dat kan op een paar manieren. We luisteren naar de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio van de populistische Vijf Sterrenpartij. Wat wil die? Non possiamo pensare di affrontare una crisi sanitaria ed economica come quella che stiamo vivendo, che porterà tutta l'Europa in recessione con gli strumenti ordinari. È per questo che è molto importante, parlo per l'Italia, queste forze politiche tutte insieme oggi stanno chiedendo gli eurobond. Ok, l'Italia wilde zogenoemde eurobonds. Dat is ook waar de Italianen in de Frankfurter Allgemeine om vroegen. En de economen met Piketty in de Financial Times, die schreven, Now is time for action, Now is the time for solidarity, It is time for Eurobonds. Maar wat zijn Eurobonds dan? Het, het klinkt als een heel suffe heimagent agent die steeds van Brussel naar Straatsburg reist en terug. With love. Maar in werkelijkheid is het nog veel stommer dan dat. Eurobonds, dat zijn leningen die we met de hele Europese Unie gezamenlijk afsluiten. En dat is gunstig voor de Italianen, maar niet voor ons. Want wij in Nederland wij hebben onze financiën redelijk goed op orde. We hebben flink bezuinigd op dure dingen, op, op zorg, op onderwijs, uh, VPRO-boeken. Best wel pittige maatregelen dus, en daardoor is de staatsschuld nu heel laag. Italië heeft dat een beetje anders gedaan. Die kiezen al decennia lang voor politici die beloven om niet te bezuinigen. Zo ook de huidige regering onder leiding van de Vijf Sterrenbeweging van die minister Di Maio. Die geven juist meer uit dan ze binnenkrijgen, waardoor de staatsschuld flink oploopt. Die is inmiddels hoger dan 2 biljoen euro. Dus niet 2 miljoen, niet 2 miljard, nee 2 biljoen euro. Dat is zo'n. Zo'n enorm bedrag dat zelfs telegraafpresentator Wilson Boldewijn in de war raakt. een oog valt op het bedrag wat we projecteren. Ja. Laten we het bedrag meteen even bekijken. Ja, de, de, de staatsschuld van Italië is dus 2 biljoen, 263 miljard. Nee, 2 triljard. Je zei miljoen. Biljoen. Op, op biljoen. Ja. Ja, het zelfvertrouwen van Wilson Boldewijn kent gewoon geen grenzen. Er staat een econoom naast en die zegt 2 biljoen. En Wilson zegt: nee, nee, 2 triljard. Kijk, dit is de staatsschuld van een aantal EU-landen. Nederland zit op 51% van het bruto binnenlands product. Duitsland iets meer. En hier staat Italië. Hun staatsschuld is 134%. En dan kun je denken, moeten ze zelf weten. Maar we hebben in Europa afgesproken om niet boven de 60% uit te komen. Want een hoge schuld heeft een groot nadeel. Geld lenen wordt moeilijker. Want iemand die geld uitleent, die zegt, jij hebt al zoveel schuld, dus de kans dat ik het ooit terugkrijg is klein. En daarom moet je meer rente betalen. Wij hebben daar geen last van. En daarom kunnen wij ook eventjes heel goedkoop tientallen miljarden lenen om onze economie te redden. Maar in Zuid-Europa, waar de schulden hoger zijn, kost geld lenen heel veel geld. Ze hebben daar ook net iets andere reclames. Let op, geld lenen dan kost vaak niet veel geld. Come on. Hè? En daarom zijn eurobonds bedacht. Dan leen je het geld dus met z'n allen. Dus dan hoeft Italië niet in een zijn eentje op zoek naar geld, maar staan alle EU-landen samen garant. Waardoor de rente een stuk lager is. En dat is voor Italianen fijn, maar voor ons niet. Wij worden verantwoordelijk voor hun schulden. Maar goed, je kunt natuurlijk niet zeggen: uh, doe je Italië, zoek het allemaal maar uit. Want, want zij zitten tot de rand van hun laars in de corona. En dus probeerde Rutte zijn punt te maken. Zonder een specifiek land te noemen. Kijk of dat lukt. Dat is wat anders. Maar dat is dan niet dat je zegt: Italië, of nee, ik laat het nou niet Italië noemen, maar land X heeft een, een, een probleem met de begroting. Die je, je, je gaat een bonds uitgeven waarbij niet de Italiaanse uh, rente bepalend is. Bijna gelukt. Bijna. Nederland wil dus geen gezamenlijke lening met Italië. Maar we willen wel graag helpen. Maar hoe dan? Want wij hebben dus via Wopke die, die empathische gift van een miljard aangeboden, maar die wil Italië niet. En zij willen dus graag eurobonds, maar dat willen wij weer niet. Niks doen, dat is ook geen optie. Want dan, dan moet de Europese Centrale Bank als een gek Italiaanse schulden opkopen. Daar zijn ze zelfs al mee begonnen. Maar die Centrale Bank die is van ons allemaal. En daardoor staan we alsnog met z'n allen garant voor Italië. Gelukkig is er nog een derde optie, namelijk het Europees Stabiliteitsmechanisme. Klinkt niet heel sexy. Hè? Uh, nou, daar, weet, daar weet RTLZ wel raad mee. Wordt deze bazooka afgevuurd of niet? Om die vraag draait het in de eurozone. <laughs> ik heb een bazooka als lul. Het ESM is een Europees noodfonds waar momenteel 410 miljard euro in zit. En dat fonds is eigenlijk gemaakt voor Griekenland. Net als mijn oom Cor altijd zegt: Ja, ik ben gemaakt voor Griekenland. Misschien is het de lucht of hoe het er ruikt, ik weet het niet. Maar goed, dat ESM, dat Europees Stabiliteitsmechanisme is dus ook gemaakt voor Griekenland, want toen Griekenland in 2011 zijn schulden niet meer kon betalen, stortte bijna de hele EU in. En toen hebben wij gezegd: dat nooit meer. We richten een fonds op om dat soort dingen op te vangen. En er zit dus 410 miljard in en het kan worden uitgebreid tot bijna 1 biljoen euro. Voor Winston Boldewijn, dat is 1 sextiljaarstede van een octiljard. En we zouden dat ESM best kunnen inzetten voor Italië, maar aan dat ESM-geld uh, ESM zitten heel strenge bezuinigingseisen vast. En Italië zegt: we willen wel het geld uit het ESM, maar we willen het zonder voorwaarden. En Nederland zegt: ja, doei, want wij roepen al jaren dat ze niet te veel geld moeten uitgeven. Hier, dit, dit is Hoekstra in 2018, pre-corona. Regels zijn er niet omdat de Nederlanders of de Duitsers of een deel van de Eurogroep die regels nou zo belangrijk vindt. We hebben die regels afgesproken, omdat het onze gezamenlijke diepe overtuiging is dat het naleven van die regels in het belang is van de hele Eurogroep. Wat een lul. Oh, oh nee, nee, wat een goed punt. Maar de Italianen luisteren niet. Die, die bleven maar stemmen op dit soort mensen. Deze man wordt minister van Financiën, Luigi Di Maio. En hij is vastbesloten om de euro. If I win the election, I'll go to Brussels and I will tell them thank you very much and goodbye. A European Parliament member from Italy's far right League party makes it known what he thinks of the European Commission's decision. taking the Financial Affairs Commissioner's notes and putting his shoe on them. Ja, yeah, Italië roept dus altijd: Laat ons lekker geld uitgeven. We're zelfstandig. Bemoei je er niet mee. Weg met the European Union. En nu is het crisis, zeg maar, precies waar landen als Nederland en Duitsland al die tijd voor waarschuwden. En nu beginnen zij opeens over solidariteit. En niet alleen zij, maar ook in Nederland is de coronaschwalbe al snel gemaakt. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat we landen waar het huis in brand staat vanwege de vele zieken ja. en doden, dat we die nu eerst helpen met het blussen van het brandende huis. Je kunt nu aan Italië niet vragen om zijn huishoudboekje op orde te brengen, want ze zijn, ze zijn een brand aan het blussen. Ja, en noodhulp voor die brand willen we ook wel geven. Want wij zien ook wel dat het nu helemaal misgaat in Italië. Maar nu lijken wij eikels omdat wij geen eurobonds willen. Dat zijn toch twee verschillende dingen? Ik wil je huis wel blussen, maar ik wil niet je hypotheek overnemen. Ja, sorry, ik vind, ik vind het ook verschrikkelijk. Maar wat moeten we nou met Italië? Hè? Ze, ze vinden onze lul. Ja, ze, ze hebben er toch ook gewoon zelf een potje van gemaakt? Ja, en ik wil ze wel helpen, maar ik wil zelf gewoon niet failliet. Wat moeten we nou? De volgende stap is natuurlijk gewoon echt aan tafel gaan zitten. Allemaal even de toon weer omlaag. Lagere toonsoort, rustig. Ja, oké, okay. ja. dan hoor ik het ook. Fair af. Ja. Sorry. <coughs> nee, we moeten weer om tafel met die Zuid-Europese landen. We moeten zeggen: hoi, um, ja, ten eerste. Sorry dat Wopke Hoekstra een beetje een lul is. Maar hij is wel een lul met een punt. Zeg maar gerust een bazooka. Want hij wil wel solidair zijn. En Iedereen snapt dat jullie geld nodig hebben, maar hij wil gewoon niet voor altijd samen doen met geld. En jullie mogen best geld uit het ESM, maar niet helemaal zonder voorwaarden. Dat geld ligt er gewoon, jongens. Neem, dat is doei. Nou ja, zoiets. Het probleem is alleen: die lui communiceren tegenwoordig alleen via de Frankfurter Allgemeine. Dus heb ik ook een advertentie geregeld. Niet alleen niet, niet een hele pagina in de Frankfurter Algemeine, want ik heb dat uitgezocht en dat kost 83.000 euro. Dat zijn meer dan 20 ijsjes, dat is veel te duur. En wij zijn in Nederland nou eenmaal wat zuiniger. Dus heb ik een advertentie ingekocht bij de Frankfurter Neue Presse. De beste krant van Europa? Nee, nee zeker niet. Uh, niet eens de beste krant van Frankfurt. Nee, nee. precies. En daarom wel lekker goedkoop. Ook geen hele pagina, alleen een klein kolommetje met dit berichtje in het Duits. Lief Italië. Zullen we vanaf nu via een Nederlandse krant in gesprek blijven. Hartelijk dank, de Tulpenboeren. Ik ben benieuwd of en waar ze reageren. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal. Zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.